Vanavond ga ik lekker relaxen en Netflixen. Ik ben inmiddels klaar met het filmen van de Beautybox unboxing. En zoals jullie kunnen zien, er zitten hele mooie producten in. Goedemorgen en wat leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe weekvlog. Mijn stem is een beetje raar aan het doen, maar ik vind het niet heel erg leuk dat je kijkt. Zoals jullie hebben kunnen zien, heb ik net mijn make-up gedaan. Ik heb best wel haast namelijk, want ik moet eigenlijk over ongeveer 2 minuten of zo al de deur uit. Want ik moet zo naar richting Brownie toe en daarna moet ik naar school. Het is wel echt al bijna 11 uur, aangezien ik vanochtend de hele ochtend heb zitten werken aan mijn weekvlog. En ik heb pas om 2:50 les. Dus ik ga zo even door naar Brown en dan ga ik naar Amsterdam toe voor mijn lessen. En dan zie ik jullie vanavond laat ergens weer, want ik heb dus tot 5 uur 's avonds les. Inmiddels is het alweer 7:30 en ik ben, zoals jullie kunnen zien, thuis. Ik heb 2 lessen gehad, De Wereld van Morgen en Engels. En dat hebben we ook weer overleefd. Het was niet echt dat ik denk van, jee, wat een leuke schooldag. Maar dat heb ik het hele blok eigenlijk niet. Maar goed, ik heb wel niet goed nieuws, want ik heb alleen maar goede cijfers teruggekregen. Ik wist al dat ik een 9,5 had voor mijn vaardighedentoets voor audiovisueel. Maar dat was op zich ook wel logisch, want dat ging over videobewerking en dat doe ik natuurlijk al veel voor jullie. Het theoriegedeelte daarvan en de documentaire die we hadden gemaakt echter hadden ook een 7,2 samengemiddeld. Dus mijn audiovisueel cijfer wordt een 7,6 of een 7,7 gemiddeld. Dus ja, daar ben ik heel blij mee. Is afgerond weer een 8. En mijn media marketing cijfer is ook een 7,6. Dus ook afgerond een 8. Dus dat is ook echt heel erg fijn nieuws vandaag. Maar goed, ik ga nu in ieder geval vanavond lekker niks meer doen. Want ik heb de weekvlog al af. Ik heb alle artikelen tot en met aanstaande zaterdag af. Dus ik ga nu lekker niks meer doen. En dan morgen heb ik een heel druk dagje thuis studeren. Ik ga namelijk mijn hele pitch voor aanstaande donderdag voorbereiden. Ik ga een pitch houden over waarom ik denk dat YouTube het kanaal medium is van de toekomst. Dus daar ga ik allemaal argumenten voor verzinnen en zo. Dat is in ieder geval de planning voor morgen. Vanavond ga ik lekker relaxen en Netflixen. Nou, welkom op een typische studiedag. Zoals jullie kunnen zien, ik zit in bed en ik heb expres de deken hier, want ik draag dus ook geen BH. Ja, it's just the truth. En ik zit dus de hele dag eigenlijk in bed met mijn laptop op schoot en ik ga heel hard aan de slag voor mijn pitch. Het is officieel eigenlijk al 12:30 en ik heb geen idee waarom ik het officieel zei. Het is gewoon 12:30 en ik heb eigenlijk nog niet zoveel uitgevoerd. Ik ga nu eerst even lunchen en dan ga ik echt aan de slag, want ik moet nog alles doen voor mijn pitch. Ik moet nog mijn standpunt echt neer gaan zetten. Ik moet mijn argumenten gaan verzinnen. Ik moet mijn PowerPoint maken. Mijn verhaal gaan schrijven. Kijken of ik aan 3 tot 5 minuten ga komen. Dus ja, wish me luck. Ik ga niet wel aan het eind van de dag denk ik even in bad zitten of zo als ik klaar ben. Want dat heb ik dan wel verdiend. Goedemorgen, het is inmiddels donderdag en ik heb gisteren helemaal niks gevlogd en dinsdag maar een heel klein stukje. Aangezien ik me dinsdag gewoon niet lekker in mijn vel begon te voelen op een gegeven moment. Het is ook echt helemaal niet gelukt met de pitch. En woensdag zat ik ook niet lekker in mijn vel. Het was namelijk gisteren ook nog zo dat het precies 2 jaar geleden was dat mijn tante overleden was. Dus ja, daar zat ik best wel mee. Dus ik besloot om eventjes niet te vloggen. Maar goed, vandaag ga ik het weer oppakken voor jullie. Dus ik ga hopen dat ik een beetje wat leuke dingen kan laten zien de komende dagen. Zodat het vlog niet heel saai en kort gaat worden. Maar goed, ik ga nu in ieder geval nog even verder met klaarmaken voor school. Want zoals jullie kunnen zien ben ik al zo goed als klaargemaakt. Ik heb ook voor het eerst een tijd een blouseje aan. En dat is omdat ik vanmiddag een pitch moet gaan geven. En dan moet ik dus in 3 tot 5 minuten gaan uitleggen waarom ik vind dat iemand mijn idee moet gaan nemen. Dus ja, daar krijg ik een cijfer voor. Ik ben serieus nog best wel zenuwachtig ervoor. Dus ik hoop dat het goed gaat. Maar ja, we zullen het zelf gaan zien. En ik heb specialisatievoorlichting. Ik moet namelijk volgend jaar in het tweede jaar, kijk hoor, lam mijn arm, moet ik een specialisatie gaan kiezen. En ik weet echt mijn god niet welke. Er zijn er 4 en daarvan vind ik er 3 interessant. Dus ja, dat wordt even goed kijken. Ik krijg een voorlichting en vanavond is er ook nog een soort van mini marktje, zeg maar, waar docenten en studenten staan die ik dan vragen kan stellen. Dus daar ga ik ook nog heen. Ik ben waarschijnlijk pas laat thuis, maar goed, ik zie jullie daarna weer. Zoals jullie waarschijnlijk kunnen zien is het al heel wat uren later. Het is nu rondom 7 uur. En zoals jullie kunnen zien, ik lig in bed, want ik voel me echt belabberd. Ik ben echt al de hele dag een beetje misselijk en zo. En ik dacht eerst dat het misschien door zenuwen voor de pitch kwam. Maar ook na de pitch was het nog zo. En ik ben ook halverwege de dag echt hoofdpijn gaan krijgen en zo. En het is echt, ik heb het gevoel dat mijn hoofd zo meteen gaat ontploffen. Het is echt niet leuk. Maar goed, mijn pitch is gelukt. Ik heb sowieso een voldoende. Het cijfer weet ik nog niet, maar het is in ieder geval voldoende. Dus dat betekent dat ik gewoon mijn studiepunten binnen heb en daar gaat het om. Ik ga in ieder geval vanavond dus helemaal niks meer doen. Aangezien ik gewoon echt eventjes wil bijkomen en gewoon even, ja, wil hopen dat deze hoofdpijn zo wegzakt. Goed slapen vannacht en dan zie ik jullie morgen. Morgen ga ik in ieder geval lekker een filmdagje houden. Ik heb namelijk de Beautybox ontvangen die ik ga unboxen. Ik wil de Primark matte lipsticks of de metallic lipsticks gaan testen. Dat weet ik nog niet helemaal. Misschien nog een storytime video opnemen.
artikeltjes typen, foto's maken, dat soort dingen. Ja, ik denk dat morgen lekker een blogdagje wordt. Maar goed, vandaag ga ik in ieder geval nog even proberen van deze hoofdpijn af te komen. Van de misselijkheid. Want daar ben ik echt aan toe. Het is inmiddels vrijdag en het is eigenlijk al rond 12 uur. Ik ben gisteren rondom 9 uur al naar bed gegaan. En ik werd ook pas om 9 uur of zo weer wakker vanochtend. Dus ik heb in ieder geval goed genoeg geslapen gehad. Ik doe vanochtend ook een beetje rustig aan. In verband met dat ik me gewoon gisteren echt niet lekker voelde. En gewoon hoopte dat het nu weg gaat blijven. Maar goed, ik ben nu gewoon lekker een beetje aan het Netflixen. Dat soort dingen. En dan ga ik straks lekker video's opnemen. Want naast me ligt de beautybox. En die wil ik heel graag gaan unboxen. En als het goed is staat de video al voor jullie online. Want die wil ik morgen online zetten. En daarna wil ik nog de Primark lipstick video, ja, test video opnemen. En ja, dat is een beetje de planning voor vandaag. Verder niet echt iets boeiends. Maar gewoon lekker bloggen. Heb ik zin in. En ja, dat was het eigenlijk wel een beetje wat ik wilde vertellen. Ik ben inmiddels klaar met het filmen van de beautybox unboxing. En zoals jullie kunnen zien, er zaten hele mooie producten in. De video staat als het goed is al online, dus ik zal hem even linken hierboven. Maar vooral deze lipkleur, ik ben er echt helemaal verliefd op. Dit is dus van Blazy en dit is de kleur 50 Raspberry Red. Heel erg tof. Ik ben echt heel blij met alle producten die erin zitten. Ook een haarserum, dat gebruik ik bijna nooit. Dus ja, heel erg tof. En nu ga ik snel verder met de video over de Primark lipsticks. En dan ga ik snel editen en zo. Want ja, ik heb weer veel te veel uitgesteld. Dus het is toch bijna 5 uur volgens mij. Dus ik ga snel door en dan spreek jullie vanavond weer. Het is inmiddels alweer bijna 8 uur en ik zit in bed met Misha. Lekker even op mijn laptop. Ik heb alle video's opgenomen voor vandaag. Dus ik heb ook nog de Primark video opgenomen. En daarna gelijk mijn lipstick van mijn lippen gehaald. Want ja, dat soort video's zijn echt om op te nemen. Best wel een drama voor je lippen. Maar goed, ik ga nog even een videootje editen voor morgen. En daarna ga ik eigenlijk niks meer doen. Gewoon weer Netflix. Dus ik denk dat jullie morgen zien. Het is de eerste keer met jullie praat vandaag, maar ik ben vanochtend naar een manege geweest en daar film ik nooit op zaterdag. Daarna ben ik lekker in bad gaan zitten en daarvan heb ik jullie een kleine Lush bad demo laten zien van de Ickle Robot. Zoals jullie konden zien, hij was niet heel erg spectaculair, maar hij rook echt heerlijk en ik heb echt genoten van mijn badtijd, want dat was weer echt een tijdje terug. En ik dacht nu, het is avond en mijn haar is alweer half droog. Ik ga het eventjes vastdoen, want ik ga eventjes een maskertje met jullie testen. Dit is een Sephora maskertje en aangezien deze weekvlog nog niet echt heel erg boeiend is. En ik zin had in een relaxed dagje, dacht ik ga gewoon weer een maskertje testen. Dit is het Lotus masker. Het is ook weer zo'n second skin masker. Ik was vorige keer de naam kwijt, nu opnieuw heel erg slecht. Sheet mask, dat is het. Maar deze is moisturizing en soothing, dus ik ga even mijn haar vastdoen. En dan ga ik deze proberen. Zo, nou het is niet de mooiste start ooit. Maar goed, ik ga even kijken. Hij werkt eigenlijk hetzelfde als de vorige. Dus aanbrengen op een schone huid. Nou, mijn huid is al schoon na dat bad. Daarna minimaal 15 minuten laten zitten. En vervolgens hoef je het niet schoon te maken ofzo. En daarom dacht ik, ik kan hem nu wel doen na mijn bad. Dus ja, ik ga hem even aanbrengen. Hij ruikt weer echt heel erg lekker. En ook deze is net als die van de vorige keer helemaal doordrenkt. Ik zal het weer eventjes laten zien, zoals jullie kunnen zien. Hij lijkt weer roze, maar zoals we vorige keer hebben kunnen zien met het avocado masker, is het eigenlijk gewoon een soort van tweede velletje erop. Ik zal het even laten zien. Kijk, dit is het masker en dan vervolgens heb je hier zo dat je het echte masker eraf kan halen. En dan is dit het witte ding, dus het echte daadwerkelijke masker. Vorige keer had ik, dat zag ik pas in de weekvlog, dat neusdingetje niet helemaal goed gedaan. Dus dat gaan we vandaag wel doen. Dus ik ga er weer uitzien als een debiel, maar ik ga hem even aanbrengen. Hij is echt heel koud, maar ergens is dat ook wel heel lekker. Want het was vandaag niet echt goed weer. Het heeft wel echt best wel geplenst vanmiddag, maar het is wel echt best wel redelijk warm. Zo'n koud masker is eigenlijk wel heel lekker. Zo, eigenlijk net als het vorige masker van Sephora. Hier is die dus ja, een beetje te kort, maar verder zit hij echt prima. Ga ik trouwens even het schermpje om te kijken. Ja, verder zit hij prima. Ik ben dit keer de neus niet vergeten. Dus ja, ik ga deze even laten zitten. Ik ga niet te veel praten, want dat is gewoon niet handig met dit masker op. En dan zie ik jullie daarna weer terug. Zo, ik heb het er eigenlijk langer dan een kwartier op laten zitten. Aangezien ik druk bezig ben met editen en het gewoon helemaal vergat. Dus ik ga hem er nu afhalen. Hij is wel echt nog steeds doordrenkt gewoon.
Dan kan je dit nog een beetje inmasseren. Het voelt ook echt alsof mijn huid nog helemaal onder zit met het spul. Ik weet niet of het op de camera zichtbaar is, maar er ligt echt wel een hele laag van het spul op mijn gezicht. Ik heb het allemaal even een beetje laten intrekken en mijn huid voelt nu echt heel lekker gehydrateerd aan. Dus ja, ook deze was er echt een voordeel. En ik moet ook zeggen dat ik door deze Sephora maskertjes echt gek ben geraakt op sheet masks. Ze zijn gewoon lekker simpel. Je hoeft niks te mengen ofzo. Geen vieze vingers met aanbrengen. Je haalt ze er weer af. Je hoeft niks af te spoelen. Heerlijk simpel. Dus ik denk dat ik ook hier in Nederland op zoek ga naar lekkere sheet masks. Als jullie nog aanraders hebben, laat het vooral even weten in de reacties. Want daar heb ik heel veel aan. Dan kan ik die misschien ook weer gaan testen in deze video. En dan help je anderen er weer mee. Dus ja, ik ga vanavond in ieder geval denk ik nog eventjes bloggen. En verder niet zoveel boeiend. Dus ik zie jullie morgen weer. Goedemorgen op deze zondag. Of tenminste, het is volgens mij al rond 12 uur geweest. En ik zit klaar om te filmen. Ik heb al foto's gemaakt van deze highlighter. Ik heb mijn camera al deels opgeruimd. En nu ga ik een storytime video opnemen. En de metallic lipsticks van de Primark testen. En ja, daarna moet ik nog voor school mijn mondeling Engels gaan voorbereiden. Want ik heb maandag een oefenmondeling. En dan donderdag mijn echte mondeling. En ik moet nog een artikel typen voor morgen. Dus het is een druk dagje. Maar goed, ik ga nu eerst beginnen met filmen. Het is inmiddels alweer een paar uur later en zoals jullie kunnen zien zit hier Misha te knorrenpotten naast me. En ik dacht deze weekvlog is niet echt heel erg lang of heel erg interessant voor mijn gevoel. Dus ik ga het met jullie nog even lekker hebben over iets wat ik mee bezig ben op dit moment op school. Want ik weet dat jullie heel vaak vragen van, goh, wil je wat meer over school vertellen of wat meer van school laten zien? Dus ik dacht, nou dan is deze weekvlog daar de perfecte kans voor. Het is namelijk zo dat... Wie zit hier zo? Je kunt het wel zien. Maar het is dus zo dat op het moment... zijn de inschrijvingen opengegaan voor de specialisatievoorkeur van volgend jaar. Die zijn van 12 mei tot en met 8 juni open. En ik heb nog geen idee welke ik wil doen. En het is heel lastig. Ik heb namelijk 4 keuzes. Audiovisuele producties, dus inderdaad video en radio. Maar hoewel ik video's maken heel leuk vind, zoals jullie weten, denk ik toch niet dat ik deze specialisatie ga doen. Aangezien ik mezelf niet voor een opdrachtgever video's vind maken. Ik vind het juist leuk aan YouTube dat ik het helemaal zelf kan indelen. Helemaal zelf kan bedenken welke shots, wat ik leuk vind om te laten zien, wat ik niet leuk vind om te laten zien. Dus ja, die valt voor me wel af. Dan hebben we nog de specialisatie tekstschrijven. En tekstschrijven is wel iets wat ik leuk vind, maar niet op de manier waarop we het op school hebben. Dus ja, daardoor ja, ga ik het toch liever niet doen. Want het is echt alleen maar schrijven, 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 schrijven. En ik hou ervan om juist... lekker verschillende dingen te kunnen doen. Ik vind het leuk aan vormgeving. Ik vind het leuk om te bewerken. Ik vind het leuk om te schrijven. Ik vind het leuk om bezig te zijn met een beetje achter de schermen dingetjes. Ik hou gewoon van heel veel. En daarom op dit moment denk ik het liefst richting digitale media. Digitale media is namelijk echt een vak zoals ze zeggen. Ja, een vak, een specialisatie waarbij ze zeggen daar moet je een doener voor zijn. Moet je creatief voor zijn. Moet je flexibel voor zijn. Allemaal dingen waarin ik mezelf gewoon herken. En je gaat daar onder andere aan de slag met SEO, dus Search Engine Optimization en WordPress en apps ontwerpen en dat soort dingen. En dat lijkt me echt een hele toffe specialisatie. Alleen het enige probleem is dat ik grotendeels de vakken die je daar krijgt, een groot deel weet ik al. Je kan bijvoorbeeld ook social media en zo en ik heb me al verdiept in SEO, in social media, dat soort dingen. En ik ben dus ook bang dat ik daar niet... genoeg meer kan leren, dat ik het mezelf gewoon makkelijk maak en een half jaar je gewoon lekker achterover kan gaan zitten leunen. Maar het is wel degene die ik het leukst vind. Want de vierde optie is dan media marketing. En media marketing, ik heb tot nu toe 2 keer een marketingvak gehad op deze studie. En het eerste blokje vond ik niet zo leuk, dat was gewoon introductie. Dus hoe schrijf je marketingplan, wat zijn de begrippen, dat soort dingen vond ik verschrikkelijk saai. En het tweede blok dat ik heb gehad van marketing was media marketing online. Dus inderdaad, hoe doe je de marketing voor een website of voor een app of voor een game, dat soort dingen. Dat vond ik dan weer wel heel interessant. En wat ik dus hoorde bij de specialisatievoorlichting die ik afgelopen donderdag had, was ook dat het voornamelijk richt op digitale marketing. Dus dat vind ik wel heel erg tof. Maar de vakken spreken me niet zo aan. En er komen heel veel gastsprekers, heel veel excursies, dat soort dingen. En ik weet dat dat eigenlijk zou moeten zijn om het leuk te maken. Maar toen ik dat hoorde had ik alleen nog maar extra zoiets van, niet mijn ding. Dus ja, ik weet dat ik bij marketing waarschijnlijk wel het meeste leer. Want qua schrijven en qua video en audio bewerken weet ik al veel. En digitale media is dus helemaal dat ik zoiets heb van, ga ik daar wat leren of kan ik het al? Dus ja, marketing zou waarschijnlijk degene zijn waar ik het meeste ga leren. Maar het is ook degene waarvan ik denk van, het is hetgene wat me het minste ligt, dat ik het minst leuk vind om te doen.
Dus ik heb aanstaande vrijdag in ieder geval een afspraak gemaakt met de modulecoördinator van het blokje digitale media. Zodat ik met haar kan bespreken van, goh, ik kan dit en dat al vanwege mijn blog. En heeft dit vak nog nut, dit blok qua specialisatie? Ik hoop heel erg dat zij mij gaat vertellen, ja, het heeft nut. Je gaat je er extra in verdiepen. Word je een echte professional erin? Want ja, ik volg zelf gewoon liever mijn hart dan dat ik zeg van, goh, ik ga marketing doen, want dat is nuttig. Ik heb echt wel een nuttige keuze gemaakt. Ik heb namelijk voor volgend jaar het eerste blok een extra vak aangenomen. Dat was Advanced English. En dat betekent dat ik een extra vak ga volgen. Dat is dus Engels. En daarbij ga je echt leren hoe je moet pitchen, moet presenteren. Ja, gewoon goed moet schrijven allemaal in het Engels. Dat je echt gewoon pro wordt qua professioneel Engels. Dus ja, hoewel ik Engels helemaal niet leuk vind qua vak. Ik vind Engels om te praten en te schrijven en te doen heel erg leuk. Ik heb van de week ook een mondeling. En dat vind ik op zich best prima. Maar ik vind het vak gewoon niet leuk. Ik vind de lessen van Engels niet leuk. Dus toen ik wist dat het kwam en ik ook nog hoorde dat het waarschijnlijk pas rondom 5 uur 's avonds gegeven wordt, had ik als iets van, oh, het is niet helemaal. Maar ik heb mezelf afgelopen vrijdag toch ingeschreven. Want ik had zoiets van, Irina, je hebt er gewoon heel veel aan. Ik wil het liefst van mijn YouTube en mijn blog gewoon mijn werk maken. En ik weet gewoon dat ik dan veel ook met bedrijven in het buitenland te maken zou moeten hebben en dat soort dingen. Dus die heb ik in ieder geval gedaan. Dus wat dat betreft ben ik verstandig geweest. Dus ik hoop heel erg dat ik aanstaande vrijdag dus dat gesprekje gewoon te horen krijg van, ja, je kunt digitale media gaan doen. Dat wil ik heel erg graag. En dan moet ik ook een tweede optie aangeven. En ik denk dat dat wel marketing wordt. Want het is zeg maar, als je geen economische verdeling krijgt tussen de 4 specialisaties. Dan is het dus zo dat je wordt ingedeeld bij je tweede keuze. Nou hoor ik voornamelijk mensen die naar marketing of naar audiovisueel gaan. Dus ik denk dat dat eerder niet economisch verdeeld is dan dat digitale media dat zou zijn. Dus ik hoop heel erg dat ik die kan gaan doen. Maar ja, op dit moment is een beetje keuzestress, om het zo maar te noemen. Keuzestress qua opleiding had ik in principe helemaal niet. Dus eerst niet. Toen, zoals jullie weten, ik ben gestopt met mijn vorige opleiding. En toen ben ik verder gaan zoeken en toen werd het wel iets meer. Maar ik merk dat ik nu meer keuzestress heb omdat het maar 4 opties zijn. Dan wanneer ik gewoon tussen alle opleidingen kan kiezen. Maar goed, ik wilde jullie hier even over bijpraten. Ik denk dat dit ook gelijk het eind van deze weekvlog gaat zijn. Want ja, ik ga vanavond niks boeiends meer doen. Ik ga me nog even voorbereiden op mijn oefenen voor mondeling morgen. Voor Engels. En ja, verder ga ik gewoon nog eventjes een artikeltje typen. En Netflixen, denk ik. Dus ja, heel erg bedankt voor het kijken van deze weekvlog. Ik zal proberen hem volgende week ietsjes boeiender te maken voor jullie. Maar er komen wel leuke video's voor jullie aan deze week. Ik ga dus donderdag komt er een video online met hoe ik de matte lipsticks van de Primark test. En aanstaande zaterdag komt er een storytime video online voor het eerst op mijn kanaal. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan gaan vinden. En ja, heel erg bedankt voor het kijken. Doe zeker nog even een duimpje omhoog voor deze video. En vergeet je ook niet te abonneren. En dan zie ik je hopelijk van de week weer terug. Doei doei!